Like deze video binnen 3 seconden voor extra geluk. Ik wil een regenboogkist openen in het Ghastly spel. Dus wat doen wij? Wij halen er 100 gems bij. Vervolgens gaan wij naar de skins en openen wij een rainbow chest. Wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Ik hoop echt op een rainbow knife. De kans is heel klein, maar... Een roze mesje ziet er op zich best wel episch uit. Dat is ons derde mesje op dit moment. In ieder geval, wat wij gaan doen is wij spelen vandaag Ghastly. En Ghastly is een spel waarbij er een Roblox ghast achter je aan zit. Of eigenlijk is er een soort van besmetting, een soort van virus, waardoor zeg maar de ghasts in Roblox zich zijn gaan verzetten tegen de spelers in Roblox. He, zeg maar, in eerste instantie werden ghasts een beetje gezien als niet zo gevaarlijk en het valt allemaal wel mee. En nu... Is de aap uit de mouw? En is het eigenlijk duidelijk dat ghasts wel meer zijn dan niet zo gevaarlijk en het valt wel mee? Met andere woorden, wij moeten proberen om te overleven van de Ghastly. En misschien dat wij zelf ook wel eens een keer als de Ghastly gaan spelen. En dat klinkt als muziek in de oren. Nou, we gaan mij en Bacon Hair nu heel bang achter een balie zien zitten. En zeg maar, die pizzaman die jullie daar zien, dat is ook een Ghastly. Ghastlys komen voor in allemaal soorten en maten. Je hebt bijvoorbeeld een Ghastly tuinman, je hebt een Ghastly pizzaman, je hebt een Ghastly bakker. Again, ghasts zijn gewoon spelers met verschillende beroepen. Alleen het ding is, ze zijn besmet, dus ze zijn niet meer zo aardig op dit moment. Alright, oké, we hebben de allereerste sleutel. Dat is een lekker begin als je naar mij vraagt. En ik ga echt proberen oplettend te zijn, want ik weet dat de vorige keer toen ik het speelde, was ook overigens wel de eerste keer, dat ik eigenlijk helemaal niet wist welke kant ik op moest. Dat is op zich ook wel weer logisch, denk ik. Als je iets voor de eerste keer speelt, dan moet je ook een beetje inkomen. Moet je het een beetje in de vingers krijgen, zoals ze dat zeggen. Oké, wacht, deze die kan ik vast wel gebruiken. De gele sleutel. Oké, dus op de onderste verdieping weten we dat er in ieder geval geen deuren zijn. Ik zag net iemand met een groene sleutel lopen trouwens. En die moet eigenlijk dus nu naar boven. Ja, jij moet die kant op, inderdaad. Loop maar met mij mee. Kijk, deze deur kun jij openen. Amazing. En wat is hier binnen? De oranje sleutel. Alright, that's pretty amazing. Ik weet alleen eigenlijk niet waar de oranje deur is. Dit is rood, of niet? Ja, nee, die kunnen we niet openen. Waarschijnlijk kunnen we de oranje sleutel nog niet gebruiken. Of zijn er wel... Oh nee, wacht, hier! Ah, de gele sleutel die ik net heb weggelegd, die is voor hier. Oh, wat suf. Ik dacht dat er geen... Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan gewoon verder. Hier is niks meer. Oké, ik weet op zich waar de gele sleutel ligt, maar het kan best zijn dat iemand anders hem al heeft. Ja, kijk, hij heeft hem al. Amazing. En hier hebben we de... Oh, nee, you are kidding me right now. Ik ben infected. Oh, oké. Op zich is dit wel leuk. Ik ben nu zelf Ghastly. Dat ben ik nog niet eerder geweest. Dit is wel even een avontuur. Ik ben Ghastly en ik heb dus nu eindelijk mijn roze mes die ik zojuist heb unlocked. Oké, gaan wij iemand in kunnen maken terwijl we Ghastly zijn? Dat is de grote vraag. Er zijn namelijk nog wel spelers... Alleen, waar zijn... Oeh, ja natuurlijk. Sommige spelers hebben een andere skin, want die hebben ze unlocked via die crates. Ik heb ook al een keer een crate unlocked waar een skin uit had kunnen komen. Maar helaas, of nou ja, helaas. Het is wel gaaf wat ik kreeg. Ik kreeg een soort van speciaal mes. Maar ik had liever natuurlijk een nieuwe Ghastly skin gekregen. Maar misschien dat we ons geluk zometeen nog een keer op de proef stellen. Wie weet. Er is denk ik nog één speler over. Ja, er is nog één speler over. Oh, game over. Alright. Oké, in ieder geval. Wat ik eigenlijk eventjes wil doen, is ik wil kijken naar de verschillende soorten crates die er zijn. Is er ook... Oh, er is een skin crate. You are kidding me right now. Waarom weet ik dat nu pas? Ik had die eerder al moeten halen. Oké. Wat we gaan doen, in de tussentijd drukken wij alvast op spelen, zodat we zometeen verder kunnen. Gaan wij naar de winkel, halen wij er weer 100 gems bij. En gaan wij onze allereerste skin crate openen. In de hoop dat wij... Oh, er zijn meerdere skinkisten. Er is skinkist 1, 2 en 3. Oké, wat zou jij doen? Nummer 1, 2 of nummer 3? En er is een YouTube kist. Wat? Oh, dat is voor de volgende keer. Oké, ik open gewoon de eerste skinkist. Oké, dit zijn de skins die we eruit kunnen krijgen. Ik wil Sharky. Dat zou echt de meest epische zijn van allemaal. Let's go. Nieuwe Ghastly. Nieuwe Ghastly. Nieuwe Ghastly. Die is super episch. De Blue 2016 Ghastly. Oké, we hebben een nieuwe. Pretty amazing, pretty amazing. En het kan best zijn dat wij nu als Ghastly worden geselecteerd. En als dat... Maar wacht even. Wat ik dus nu niet snap is... Er waren dus meerdere crates. We hebben net de eerste gehad. Maar wat kon er uit de tweede komen? Uit de tweede konden er zelfs een chocolade ghast en een vanille ghast. Wat? Dat is zo random. Maar in ieder geval, en de YouTube-kisten. Bij heel veel likes open ik de volgende keer niet één, maar twee YouTube-crates. Ik bedoel, come on. Ik moet weten wat erin zit, right? Zou er gewoon een playbutton in zitten? Dat zou gaaf zijn. Ik heb echt geen idee wat ik ervan kan verwachten. Alright, ik ben totally ready. De vraag is natuurlijk, wie is zometeen Ghastly?
Ik bedoel, ik hoop dat ik het ben, maar ik acht de kans in die zin best wel een beetje klein. Meer van, ik weet niet hoe groot de kans is dat ik het ga zijn. Ik ben een overlevende, oké, dat dacht ik al. Maar misschien is dat ook wel weer leuk, want ik begin het nu een beetje door te krijgen. Oké, let's bounce right in. En laten we even kijken welke kanten we op kunnen. Hier is een deur, die kunnen we openen. En er is hier niet bepaald iets. Ik ben eigenlijk gewoon weer naar beneden gevallen. Ik ben zeg maar, ik blijf het herhalen. Ik ben niet zo goed in wegen, coördinaten en richting aangeven. Het is gewoon niet mijn sterke kant. Maar dat is ook wel mooi, right? Dat sommige mensen die hebben dan het een wat ze goed kunnen en het andere wat ze minder kunnen. Ik ben heel goed in Nutella opeten. Ben ik echt een genie, een master in. Maar in richting aangeven ben ik gewoon simpelweg ietsje minder. Oké, we hebben hier een paarse sleutel. Ik moet eventjes doorkrijgen waar we die kunnen gebruiken. Dat is geloof ik voor een kluisje. Am I right? Ik geloof dat er een kluisje is waar wij die kunnen openen. Ik wil eigenlijk zo graag weer een crate openen. Ik weet dat het eigenlijk nergens voor nodig is op dit moment. Maar meer van, het blijft leuk, oké? Dingen openen blijft leuk. Dit is trouwens ook echt, oh, hier kun je niet onder. Oeh, ik dacht dat dat eigenlijk best wel een goede manier was om zeg maar verstopt te blijven voor de guest. In ieder geval, een oranje sleutel hebben we nodig. En een gele sleutel, geel en oranje. Of is dat allebei oranje? Ik denk dat het allebei oranje is. En wij moeten dus nu eigenlijk wachten tot iemand de kamer opent waar zeg maar het kluisje is. Oeh, nee! Oh, de pizzaman guestie. De pizzeria guestie. That one is terrifying, bro. Oké, die is echt super creepy. Oh, wacht. Daar is de paar. Oh, nee, wacht. Daar is het. Ja, nice. Oké, we kunnen hem openen. En wat zit erin? Oké, wacht. Die hadden we beneden nodig, denk ik. Ik denk dat we deze beneden nodig hadden. I'm not really sure. Maar daar komen we denk ik snel genoeg achter. Waarom loopt deze persoon zo dicht bij Gasty? Dat is niet aan te raden. Oké, waar heb ik deze voor nodig? Er is ergens een plek waar wij dit kunnen gebruiken. Het kan ook best zijn dat dat op de eerste verdieping was hoor. I'm not really sure. Dus we lopen gewoon even alle kanten op. Het is ook wel fijn trouwens dat het deeg is geplaatst. Oh, er is ergens deeg geplaatst. En schijnbaar is dat goed. Deeg is lekker. Ik bedoel, come on. Weet je hoeveel producten er zijn die jij waarschijnlijk lekker vindt? En dat er dan deeg in zit? Een hoop is het antwoord. Oké, even kijken. Wat is dit? We hebben hier een camera en een rode sleutel. Maar eerst wil ik eigenlijk deze gebruiken. En ik weet alleen niet zo goed waar dat voor is. Waar was dat ook alweer? Ik zag ergens een plek waar we deze konden gebruiken. I'm not even joking. Ik zag ergens een plek waar we deze konden gebruiken. In ieder geval, verschillende soorten crates, verschillende soorten skins, superveel verschillende soorten guesties die je kunt unlocken in dit spel. En ik hou daar wel van. Zeg maar gewoon zo'n spel waar je allemaal... Maar waarom doet deze guestie niks? Oh, wacht, ik moet daar juist zijn. Of niet? Ik weet het niet. Het kan zijn dat ik hier moest zijn. Nee, ik moet hier niet zijn. Oh, dan is dit waarschijnlijk al gewoon gebruikt. Oké, dus wat ik in mijn handen heb en waar ik heel stoer mee aan het slingeren was van... Oh, mensen hebben mijn hulp nodig met dit ding. Dat is helemaal niet waar. Het is gewoon... Is niet de bedoeling. Oké, even kijken. Jij hebt een sleutel, maar dat is dezelfde sleutel die ik net ook had, namelijk de paarse. Ik weet overigens niet hoe je zeg maar echt kunt ontsnappen hier. Weet je wat, omdat de guest er toch stilstaat, ik ga het gewoon doen. 100 van deze muntjes. Ik wil gewoon weten wat er in die YouTube crate zit. Er zijn 3 verschillende soorten. Een YouTube crate geeft de mogelijkheid om exclusieve YouTube kisten te openen. Wat? Dat is zo gaaf. Oké, wacht, dat is wel episch. En er zijn er dus meerdere, maar er is ook een guesty bundel voor 800 Robux met het allersterkste mes in het spel. You are kidding me. Dat is echt serieus heel bizar, maar ik denk dat ik deze ga openen. Ja, ik ga deze openen. Oké, let's go. Nieuwe skin. Nieuwe skin. Nieuwe skin. De green ghastly girl. Oké, die had ik nog niet. Logisch, want het is de eerste keer dat ik deze open. Wat kunnen we hiermee? Het lijkt alsof je... Oh, deze kan je tegen ghastly gebruiken om hem tijdelijk mee te verblinden. Alright, sounds pretty handy. Sounds pretty handy. Maar ik neem de groene sleutel mee. Misschien dat hij niet eens nodig is op dit moment, maar... Ik waag het een kans, ik waag het een kans. Oké, even kijken. Waar gaan wij naartoe? Waar kunnen wij naartoe? En waar is Ghastly? Want ik heb echt het idee dat hij in deze ronde niet echt zo goed zijn best doet. Zeg maar, in sommige rondes heb je echt van die tryhards die jou echt gewoon op elke mogelijke manier inmaken. Zeg maar, ze maken jouw bewijs van spreken nog in terwijl ze een salto maken. Maar in sommige rondes valt het ook allemaal wel een klein beetje tegen. Maar wat het ook is, ik verzamel gewoon... Oeh, nice. Oh, dit is pretty amazing. We zijn buiten. Wauw. We zijn buiten de pizzeria getreden. Dat is iets wat ik nog niet eerder heb gedaan in dit spel. So that's pretty, pretty cool. In ieder geval, als jij nou een ghastly variant zou mogen bedenken. Bijvoorbeeld een ghastly visser. Of een ghastly kermisman. Zeg maar zo'n man die op de kermis staat. Bij die grijpautomaten. En jou wilt oplichten. Nee. Zoiets. Wat zou jij dan kiezen? Laat het weten hier beneden. Ik ben benieuwd. Oké, maar waarom doet hij niks? Hij staat er letterlijk stil. Ik bedoel, hey, begrijp me niet verkeerd. Ik ben er blij mee. Want ik kan daarom gewoon lekker rondjes lopen, muntjes verzamelen en zo verder komen in het spel. Maar, oké, okay, oeh, wat is dit? Oh, we zijn in de keuken. You are kidding me.
Dat is zo gaaf. En er is nog één stukje pizza. Wil jij het stukje pizza hebben? Spam het in de comments. Ik wil het! En ja, misschien krijg jij het wel. Nee, maar er zijn echt super epische dingen. Zelfs emotes kun je halen in dit spel. Kan ik deze emote halen? Koop nu. Nee, ik heb te weinig muntjes. Volgende keer beter. Adios.